De buxus is een groenblijvende heester en is behalve populair als plant in de border, ook zeer geliefd als terrasplant. Om je nieuwe buxusplant direct een goede start te geven, zorg je om te beginnen voor een schone pot die je aanvult met een laagje hydrokorrels. Daarna volgt een laagje humusrijke, niet te zure grond. Dompel de kluit eerst in water. Zo drogen de wortels niet uit en maak de wortels dan los en plaats hem in de pot. Vul de pot aan met grond en geef voldoende water. Zo heeft de buxusplant voldoende voeding voor de komende 6 maanden. Om je buxus mooi en groen te houden, verwend je de plant in de maanden van maart tot en met augustus regelmatig met extra voedingsstoffen. Meet eerst de juiste hoeveelheid voeding af. Voor een buxus in pot zoals deze is 20 gram voldoende. Planten in de volle grond kunnen het dubbele gebruiken. Werk de korrels gelijkmatig door de bovenste laag van de grond en geef de plant direct daarna water. Deze korrels geven de buxus tot 4 maanden voeding. De buxus kun je het beste zo'n 2 tot 3 keer per jaar snoeien, tussen het einde van de maand mei en september. Dit doe je het liefst op een bewolkte dag. Zorg daarbij voor een scherp gereedschap, zoals een haagschaar of een speciale buxusschaar. Neem regelmatig afstand om het resultaat tot dan toe goed te bekijken. Heb je een buxus in bolvorm, keer dan de schaar bij het knippen van de onderkant om de vorm goed te kunnen volgen.